Het vrouwenvoetbal zou volgens velen weinig of geen volk lokken. Het zou niet aangenaam zijn om naar te kijken. Het gaat veel trager dan bij de mannen. Technisch zou het minder zijn en ga zo maar door. Al deze criticasters moesten afgelopen zaterdag dan maar eens afzakken naar het stadion van Twente, waar de wedstrijd Twente standaard op het programma stond. Meer dan 9000 mensen vonden de weg naar het stadion, waar wij topvoetbal te zien kregen. Alles was aanwezig voor de grote finale van de Benelie-competitie tussen de nummers 1 en 2 van het huidige klassement. De Twente is kampioen in Nederland, standaard is de kampioen van België en spelen bijgevolg dus beide Champions League voetbal het komende seizoen. De winnaar van deze wedstrijd mag zich een jaar lang de kampioen van België en Nederland noemen. Kortom, de kampioen van de Benelie-competitie 2012-2013. Manager Ingrid van Herle was uitermate tevreden. Ik denk dat het voor een eerste seizoen een heel positieve evaluatie is. Er zijn verschillende spanningsmomenten geweest in de competitie. Dus voor nieuwjaar om bij die 8 beste te horen. Na nieuwjaar tot op de allerlaatste speeldag om... Eigenlijk tot op de laatste speeldag en tot 20 minuten voor het einde van de reguliere tijd van heel de competitie kon het nog alle kanten op. En ik denk gewoon, we konden ons geen betere climax van gedroomd hebben. Een betere apotheose van de competitie kan je inderdaad niet hebben. Het is de thuisploeg Twente die meteen verschroeiend van start gaat en standaard meteen bij de keel grijpt. Maar de verdediging kan de bal nog wegwerken. Een eerste bal echt op doel komt er van op corner. De bal wordt nog net naast gekoopt. Standaard speelt blijkbaar met de daver op het lijf en wanneer ze in balbezit komen en de mogelijkheid hebben om een aanval op te zetten, wordt er veel te overhaast voor het schot gekozen, tot ergernis van het thuispubliek. Twente daarentegen speelt de bal wel goed rond en zoekt de opening via combinatie. Al kan de voorzet nog net iets beter. Ikmans van standaard voor de eerste maal in actie. Niet alleen standaard kan gevaarlijk zijn op stilstaande fases, ook Twente is aardsgevaarlijk op corners. Deze poging wordt niet goed uitgespeeld en standaard kan nogmaals wegwerken. Standaard kan even onder de druk onderuitkomen van de thuisploeg en deze geeft al te gemakkelijk een corner weg. Daarop zijn de bezoekers zeer gevaarlijk en wanneer Van Veenendaal de bal niet geklemd krijgt, is Koetreels er snel bij om standaard op roze te zetten. 0-1, Twente moet nu 2 maal scoren. De thuisploeg lijkt niet meteen onder de indruk te zijn en gaat op zoek naar de gelijkmaker. Niet veel later is het zover wanneer supporters roepen dat ze spitsen niet mogen laten trappen, kan ze het toch doen en maakt op schitterende wijze de gelijkmaker. Het stadion van Twente ontploft voor een eerste maal. Wanneer je manager bent van de Benelie-competitie, dan kunnen deze beelden, deze wedstrijd, deze ambiance je alleen nog maar doen smaken naar meer, veel meer. Echt was gewoon qua zichtbaarheid, qua beleving, ik denk dat we het niet beter hadden durven dromen. Ik ken de juiste cijfers niet, maar ik heb zo wat in de wandelgangen gehoord, 7.000-8.000 mensen. Het waren er 9. Het waren er 9, amai. Dus dat is gewoon, ik denk, een record voor België, een record voor Nederland. Dus dat is een teken dat we goed bezig zijn. Ook een proficiat aan Twente voor de uitstekende organisatie. Voor mij een geslaagde dag. Ondertussen gaat Twente op zoek naar het tweede bevrijdende doelpunt, maar Ikmans staat goed in doel en klemt de bal goed vast. Standaard heeft het moeilijk en wil gaan rusten met een gelijke stand. Twente denkt er anders over en een uitstekende voorzet wordt door Ellen Jansen niet zo ver naast gekoopt. De thuisploeg blijft aandringen en is vooral via de rechterflank gevaarlijk. Ook nu moet Ikmans standaard behoeden voor een achterstand. Twente is heer en meester en nu proberen ze het net van buiten de 16. Standaard komt goed weg en mag gaan rusten met een 1-1 score. En dat heeft het vooral te danken aan een uitstekende doelvrouw Ikmans. We zitten nog in de eerste speelminuut van de tweede helft wanneer Gilles Roord een open kans krijgt, maar deze torenhoog overschiet.
Het is nu pompen of verzuipen voor de Luikenaars. En Twente blijft de dames van de bezoekers zo goed als geen tijd geven om op adem te komen. Doelvrouw Ikmans moet Stonaar nogmaals behoeden voor een achterstand. De defensie kan uiteindelijk nog ontzetten. Twente komt nu gevaarlijker over de linkerflank en na een uitstekende voorzet ziet Anouk Dekker de opening. Maar vindt Ikmans nogmaals op haar weg. Standaar kan er eenmaal uitkomen en wanneer ze het doen, zijn ze gevaarlijk. Het schot strandt uiteindelijk op de paal. Misschien is dit wel het echte keerpunt van de wedstrijd. In de 73ste minuut wordt Standaar koud gepakt door de centrale as en schiet Marloes Piete Twente naar de Binnenleague titel. Het stadion ontploft voor een tweede maal. Voor Standaar is het onbegonnen werk om in deze heksenketel nog te kunnen terugkomen. Twente speelt nu op een wolk en het thuispubliek stuwt de dames verder. Alles, of zo goed als alles, begint te lukken bij de dames. En uiteindelijk is het Ikmans die met een schitterende redding de 3-1 voorkomt. Standaar wordt nu in alle linies en op alle niveaus overklast door dit uitermate sterk Twente. De bezoekers moeten een corner net voor tijd weggeven. Daarop is Twente gevaarlijk en zo bezegelen ze het lot van Standaar helemaal. Het wordt 3-1 en zo wint de thuisploeg voor meer dan 9000 toeschouwers de eerste Binnenleague-beker sinds zijn bestaan. De taferelen na de wedstrijd spreken voor zich, net zoals de reacties. De Binnenleague-competitie is een geslaagde competitie en wat bij de mannen niet lukt, doen de vrouwen hen netjes voor. Vanuit de redactie alvast een dikke proficiat voor de organisatie, alle teams van de Binnenleague, want het zijn tenslotte zij die de supporters en ons verwend hebben het afgelopen seizoen. Marcel, ja, je komt 0-1 voor, dan denk je van dit is binnen. Maar dat was wel iets anders. Hè? Nee, ik heb nooit niet gedacht dat het binnen was na 0-1. Ik zeg ja, misschien. Ik weet wat we met een sterke verdediging. Dus ik zeg ja, dus nu moeten ze er twee maken. Maar ik wist wel dat Twente een heel sterke ploeg is, een heel sterke geheel. En ze hebben daar bewezen dat het waar is. Het is een heel sterke ploeg en ik denk dat het een terechte winnaar is. Als je verliest tegen een ploeg die beter dan u is. Ik vind dat u moet dat eerlijk herkennen en proficiat aan Twente. Ja, want ze waren vooral in de tweede helft, ja, werden de spelers met de nek gegrepen. Hè? Jawel, ja, maar ze zijn fysisch, ik zeg niet qua overmogen en zo, maar qua kracht en zo, ze zijn veel sterker dan wij. En dat weten wij, dat het is zo met de Hollandse voetbal. Ik heb nog daarover gepraat, niet zo lang geleden met meneer Cernees. Hij zegt, hoe komt dat op 10 kilometer verder? Over de grens, dat ze kunnen vinden meisjes die zijn fysisch zo sterker dan de Belgen.
En dat is zo. En dat maakt het moeilijk. We konden heel moeilijk onze voetbal uitspelen. Want normaal hebben wij toch een mooie driehoek in middenveld. Die kan normaal de bal goed bijhouden. Maar vandaag is het nooit niet uitgekomen. En daarmee denk ik dat, ik zeg het nog, dat is de verdienste van Twente. En dat is de terechte winnaar, ja. Ondanks dat je zei voor de wedstrijd van ja, we gaan zeker niet verdedigend spelen, had ik toch de indruk, of het was de eerste maal dat ik standaard zo laag zag spelen. Was dat dan de verdienste van Twente? Ik denk niet dat de verdienste van Twente is. Ik denk dat we weten, dat is heel moeilijk van dat te zeggen, maar we weten dat de Hollanders heel sterk en heel goed zijn. En ik denk niet dat we beseffen, niet goed genoeg in België, dat de parcours van Standaard dit jaar iets uitzonderlijk is. En we hebben 7 keer Nederlandse ploeg in moeilijkheden gebracht. Ik zeg het nog, dat is ongelooflijk mooi. En ja, het spijt genoeg, dat heeft niet een achtste keer kunnen gebeuren. Maar het is niet dat wij willen van achter daar gaan spelen. Die hebben de kracht en de mogelijkheden van ons even duwen en nog even duwen. En we moeten elke keer achteruit kruipen. Dat is het verdien van hun kracht en hun manier van de bal te laten gaan in hun ploeg. Ja, dat is zeker het goed gevoel. Beste gevoel van deze competitie, denk ik, van het hele seizoen. Jullie komen 0-1 achter, vertel eens. Ja, we komen 0-1 achter. Ja, onverdiend vind ik zelf. Want Luik had nog geen kans gehad en wij speelden alleen maar op hun helft. En toen kwam de 1-1 en iedereen had het geloof erin dat we gingen winnen. En toen gebeurde het ook. En, ja, ik denk ook wel dat het stukje kracht van het team is dat we altijd door blijven gaan. Nou, ik had wel heel veel vertrouwen in een goede afloop, maar ja, dat je dan zo'n wedstrijd speelt, zo spannend. Ja, misschien wel gehoopt, maar niet verwacht. Ja, want je komt 0-1 achter. Ja, tuurlijk. Kijk, we wisten dat ze heel sterk waren in standaard situaties, hè, in corners en vrije trappen. En we wisten ook natuurlijk de speelwijze, hoe zij spelen, ja, dat wisten we al, dat wisten we van tevoren ook. En ja, goed, daar hebben we ons goed op ingesteld. En, weet je, ik heb heel vaak het woord onverstoorbaarheid genoemd in deze groep. Zij trekken zich niks van aan, wat er ook gebeurt. Zij blijven altijd vechten en dat is een compliment voor de spelersgroep. Dat is echt heel goed. En nu? Ja, en nu feesten. Ja, bedoel, we moeten eerst nog maar eens alles laten landen. En ja, ik besef moet ook nog een beetje komen, merk ik aan mezelf. Maar ja, het is gewoon een hele goede prestatie van het team en van de staf. Ja, geweldig. Echt bekroning op het hele jaar. Dat je hier mag winnen thuis van Standaard. Je had wel nog wat recht te zetten. Het is een eerste nederlaag en ja, meer dan verdiend. Beschrijf het gevoel eens wanneer je hem binnentrapt. Ja, het begon moeizaam voor mezelf, de wedstrijd. Maar ik wilde belangrijk zijn voor het team en deze laatste wedstrijd. En ja, dan op zo'n moment scoren, dan ga je helemaal los. Ik weet niet eens wat ik deed, maar dat is gewoon zo'n geweldig gevoel. Nu de bekerfinale nog. Ja, zeker. We gaan voor de dubbel. We zijn nu zo op dreef en ook die gaan we vol voor. Wie gaat dit Twente kunnen afstoppen op het komende seizoen? Ik hoop dat we gewoon lekker zo doorgaan. Het zit zo goed in elkaar, dit team. En de sfeer is goed. Het voetbal wordt elke week beter. En Champions League voorrondes gaan we nu voor strijden. En dan gaan we volgend seizoen gewoon weer door. Tot slot, de Binnenleague op zich. Met welk gevoel sta je hier? Nou, je mag toch trots zijn dat je nu ben je een soort van kampioen van Nederland en van België. En dat is toch weer een heel ander gevoel. En ja, ik denk dat het een mooi seizoen is geweest met andere wedstrijden vanuit België, vanuit andere clubs, vanuit Nederland. En ik zie ernaar uit om het volgend jaar weer zo te doen. Ik heb juist gezegd voor de match, meisjes kijken een keer rond. Jullie zijn begonnen met voetbal om 8 jaar of om 10 jaar. Wie heeft gedroomd dat hij ooit een keer in zo'n stadion met zoveel volk kunnen spelen? Niemand niet. Ik vind een mooie bekroning van hier te mogen spelen in die omstandigheden. Dat was mooi, ja. Ontbreekt alleen de kerst op de taart. Dat was die overwinning, maar ik blijf realistisch. En ik geef toe dat zij vandaag zeker en vast veel beter waren. Ik hou een heel goed gevoel aan de Benelink over, ja. Tuurlijk, weet je, er zijn altijd mitsen en maren. Er zijn altijd positieve dingen en negatieve dingen. En wij hebben, of in ieder geval, we hebben in dit land heel snel de neiging om te kijken naar het negatieve. Maar ik wil zeker kijken naar het positieve. En het positieve is dat we veel wedstrijden gespeeld hebben. Waarop we ook de Belgische clubs een goed tegenstand hebben geboden. De Belgische clubs moeten nog heel veel stappen maken, maar dat moesten wij 7 jaar geleden ook. Dus ja, laten we kijken naar het positieve en dan kan ik niks anders dan tevreden zijn.